Enkele tientallen chauffeurs komen naar het hoofdkantoor van Klomp in Ede. De chauffeurs komen uit alle delen van het land, van Limburg tot Noord-Holland, en ze zijn allemaal boos over hun achterstallig loon. Wij zijn gekort en als ik dat zo kan bekijken of berekenen, dan zitten wij op de helft van ons salaris wat we moeten hebben. Tony Topma rijdt normaal gesproken leerlingen van het bijzonder onderwijs naar hun school in Doetinchem. Voor zijn gevoel wordt hij door Klomp gestraft als hij zijn hulpbehoevende klanten helpt. Nou, als wij te laat of te lang bij de klant voor de deur staan, dan trekken ze onze tijd af. Kost gewoon geld. Kost mij geld dan. Na een korte mars stoppen de actievoerders bij het hoofdgebouw van Klomp. Maar de verwachte toezeggingen krijgen ze daar niet. Op een aantal knelpunten die u heeft aangegeven loopt een juridische procedure. Ik denk dat u die juridische procedure gewoon moet afwachten. Vakbond FNV wil daar niet op wachten. Zij is een kort geding gestart.